Welkom in ons AVA Circus Theater, waar jullie vast allemaal al meerdere keren geweest zijn. Sommigen zelfs al meer dan 10 keer, heb ik me laten vertellen. En dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk. En wij vinden het heel erg gezellig dat jullie er vanmiddag zijn. Dit is onze eerste officiële fandag van Sister Act. En die is eigenlijk ter ere van ons eenjarig bestaan. Want 3 maart, een paar dagen geleden, en dan weer een jaar daarvoor, was onze première, zoals jullie vast en zeker weten. En daarna is er een buffet. En dan begint de voorstelling. En dat is een hele speciale voorstelling. Daarin hebben we een sneak optreden vanavond van de winnaar van de Sister Factor wedstrijd. En die is gewonnen door Michael Boyer Amasa. Zeg ik dat goed? Zomaar helemaal goed uitgesproken. Daar zit hij. Hij zit vast al te testen hoe het voelt om op dat grote toneel te bivakeren. En dat gaat vanavond dan in het echt gebeuren. Ik wens jullie een topmiddag toe. En een topavond natuurlijk. En ik vraag nu een hartelijk applaus voor Frans Mulder en Carolina Dijkhuizen. Het is tenslotte een fandag. Ik verwacht meer natuurlijk. Nog één keer, daar gaat ie. Wat is dat leuk om jullie nu eens in de ogen te kijken, want dat weten jullie niet die hier zitten. Maar wij zien eigenlijk nooit wat, want we zijn verblind door de spots. En als dan het zaallicht eruit is, kijken we nooit de fans in de ogen. En nu wel eens even kijken wat er eigenlijk zit, waar we het iedere avond voor doen. Of het een beetje meevalt. Hey, hallo. Dag, hallo. En de monsieur is natuurlijk niet gewend aan kans spelen. Daar blijft hij heel ver van, dus ik zei als ik het doe, moet ik toch wel de beste assistenten hebben. Nou heeft Jan-Erik het al een beetje verraden, want ik vond het toch wel heel chic zeg. Als je nou een quiz doet, of hoe heet het, een bingo, en dat je dan een assistente hebt, nou ja, dat kan in geen boeken zo chic. Dat is gewoon de allerbeste die er is. En als die opkomt, moeten jullie echt vreselijk juichen. Die vast staat iedere dag die show te spelen, ze hebben heel weinig niet. En dat doet ze zo fantastisch. Ik ben ook een enorme fan van de... Nou, daar komt ze. Zitten jullie klaar? Hand in de lucht. Daar gaat hij. Gillen en al juichen en alles. Carolina Dijkhuizen! Dit is zij ze. De rest zit er altijd voor de sier bij, maar dit is de harde. Dit is de harde. Goedemiddag, hallo. Doe het voor. Gefeliciteerd. Ja, leuk hè. Ik ben vandaag jullie bruine Leontien. En ik ben verantwoordelijk voor het rad. Ja, ja, de bingo. Wat is er gebeurd vanmiddag? Ja, we hadden dus een hele spectaculaire bingo. De fans die kwamen natuurlijk voor het eenjarig bestaan. We hadden zoiets van, we willen gewoon iets leuks, een beetje gewoon iets grappigs. Iets wat gewoon ook wel een beetje in de geest van de voorstelling is. Gewoon een beetje lollig. En dus Frans en ik zijn tegenwoordig ook te boeken als bingo duo. En het beviel ons wel. Nee, het was leuk. Ja. Gewoon gekkigheid, weet je. Even lol en even leuk met de mensen een beetje kletsen. En ja. En een rondleiding. En een rondleiding, workshops. Fred van Leer, die gaat kijken hoe fabulous je eigenlijk bent. Een gospel workshop, of zoals Jan-Erik het al zei in zijn introductie. Zingen met je armen omhoog. Dat vond ik ook wel een leuke. En vanavond naar de voorstelling natuurlijk. En Michael... Die dan zijn Sister Act première gaat beleven. Ja. Jullie winnen een hemelse overnachting, nou kunnen we dat niet garanderen. Daar moet je echt zelf je best voor doen natuurlijk, ja. Maar de accommodatie is er, want het is een geweldig hotel, het Bildenberg Hotel. En daarbij zitten dan, dat is de eerste prijs, hè? Dus een hemelse overnachting in het Bildenberg Hotel, ja, Europa Hotel geloof ik. Ja. Binnen was het maar, ja, nou, ik zal je zeggen, even een kleine behind the scenes. Ik sliep daar dus de nacht voor de première en de nacht daarna. Oh, als jullie dat toch geweten hadden. Dus je kan ook gewoon vragen naar mijn suite. Ik weet niet of die suite er nog is, want we hebben daarna wel een feestje gebouwd. Ik weet niet of die nog intact is. Als het een hemelse nacht wordt, moet die suite zijn. Het was een hemel. En dan krijg je ook nog 2 kaarten voor Sister Act. Kun je nog een keer zien? Eerste prijs, goed? Jor aan het rad.
Paul Donkers. Paul Donkers. Paul Donkers. Kim omhoog, houden jullie hem dan omhoog, Paul Donkers, of niet? Daar wordt hem. Ja, daar is hij. Ja, we gaan tempo maken, we gaan meteen door. En nu. Stanley Burleson! Stanley, de tweede, en door! Wat een gezelligheid, zeg. Wie hebben we daar? Oh ja, ze heeft nu de haar veranderd. Oh, Barbe! Heb je dek? Je zegt er zelf al een jaar, Sister Act, hoe is dat verlopen voor je? Snel. Het is letterlijk voorbij gevlogen. En dat geeft denk ik ook wel aan mijn gevoel erover. Ik heb gewoon lol. Ik heb elke dag lach ik. En zitten we te geiten. En je krijgt zo'n bak energie terug van het publiek. Het klinkt zo afgezaagd, maar het is echt een feestje. Over lol gesproken, heb jij nog speciale lollige momenten mee mogen maken? Bloopers of iets anders? Nou, er gebeurt heel veel, hè? Want we hebben al zoveel shows gedaan, maar... Ik geloof, was het een week geleden of twee weken geleden? Voor de mensen die het hebben gezien. We hebben de scène. Harry neemt Dolores mee naar huis. Want Curtis heeft ontdekt dat ze in het klooster zit. Ik kom binnen. Ik zet mijn tas op zijn bed. Ik ga zitten op het bed. Het bed rijdt af met mij erop. In de coulissen. Dat was gewoon een technisch foutje. We hebben zo hard gelachen. En het publiek die had ook meteen door dat het er niet bij hoorde. Die lagen helemaal in een deuk. Ja, dat soort bloopers zijn toch wel het allerleukst. Het is namelijk nu een zaak van leven of dood. Het moet echt heel goed. Ja! Nee! Gerald! Nee! Jacqueline was het! Jacqueline! Wat? Ja! Bingo! Yes! Hebben we hier de winnaar! Je hebt nog een tweede kans, hè? Nou, daar is het. Het is een dun ding, maar er zit veel achter. Je kan er niet in rijden, niks te doen. En dan nog twee keer naar Sister Act, hè? En twee kaartjes. Dit leuk? Ja. Ja, oké. Okay. Heel groot applaus voor haar. Omdat ze al zo gelukkig is. Heb je heel veel gedaan? En wat is nu het speciale aan Sister Act voor jou? Behalve de lol. Nou, kijk, ik heb wel veel dingen gedaan, maar ik heb nog nooit zo'n grote hoofdrol gespeeld. En dus een rol waarin ik de show moet dragen. En dat is een hele verantwoordelijkheid. En dat is ook een hele uitdaging. En de vorm, zeg maar, van deze rol, de grootte, alle aspecten, weet je, comedy, maar ook zingen, dansen. Het is, ja, ik heb nog nooit zoiets gedaan. En ik hoop dat er nog ooit eens een keer zoiets zo groot mag komen. Maar dit is wel een hoogtepunt. En dan dat ik dat dan doe met een Simone, met een Stanley, met een Frans, weet je wel, met Edwin. Dat is wel heel bijzonder.
ja, vanavond naar de voorstelling natuurlijk. En Michael, die dan zijn sister act première gaat beleven. Ja, daar zijn we zo meteen bij. Speciaal, denk ik. Zo spannend. Nou, ik denk, kijk, wij doen natuurlijk gewoon een voorstelling. Want we kunnen daar niet te veel bij stilstaan. Omdat, ja, wij moeten gewoon door. Maar ik kan me zo voorstellen dat het voor hem... Dat de uurtjes nerveus voorbij tikken. Maar we gaan hem er helemaal doorheen slepen. En dat komt helemaal goed. Wij vinden het ook leuk, weet je. Het is weer even iets anders. Deze week bestaat Sister Act op de kop af 1 jaar. En gelegenheid daarvan is er de afgelopen weken een grote wedstrijd geweest op Facebook. Waarin wij op zoek waren naar de allergrootste fan van Sister Act. Precies, en die hebben we gevonden uit 4000 inzendingen. En u heeft hem vanavond kunnen zien, want hij had een figurantenrol. Hij zat verstopt in de voorstelling. Geef hem een warm applaus, Michael!